kijkers. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag woensdag. En vandaag gaan we naar Old Medina. Echt super leuk. Ik heb er echt veel zin in. Wordt alleen heel veel lopen. Met een baby. Een zware tas. Een draagstuk heb ik ook voor de zekerheid meegenomen. It's gonna be a hell of a ride. Dat ook nog eens in een warme abaya. Ik heb ook geen andere kleren meegenomen. Ik heb alleen maar abaya's meegenomen. Ik heb wel één jurk mee. Maar die zit strak. Dus die ga ik niet dragen hier. Ik ben nu aan het wachten op DAF. Want de taxi komt zeg maar... Kijk, je moet echt een hele berg oplopen. En het is echt knijter en knijter heet. Het is 35 graden. Dus hij zei, ik ga die taxi halen. Dat hij hier naartoe komt rijden. Maar hij is al 10 minuten weg. Dus ik heb een beetje het gevoel dat hij... Oh, kijk, daar is hij al. Hij regelt alles hoor, die jongen. Nou jongens, nu gaan we naar het dak waar het leer en alles wordt gemaakt. En ik heb net een thee op mijn neus voor de geur. Dus ik ben benieuwd voor de stank. Dus hier komen alle leren tasjes vandaan. Mijn vriend aan de lock heeft nummer 1 die color. Neem toe, zeg even mee jongens. Geen dan, color. Deze color is met Moroccan whisky. Moroccan whisky? Whisky, yes. Why whisky? No idea what drinking Moroccan whisky now. Yeah. Haram. Haram. No, halal. No. Halal. Whisky halal. No. Tealamon. Whisky halal. Minty tea. Oh, minty. Ah, this is Moroccan the Moroccan whisky. Ah. Yes. This is the color with the mint. And this color from First Medina Blue. Indigo and the red, only the poppy flower red after with the stick. From a multi-wood color. The blood. Yes. Blood. And this color from Azafran. Only the color natural, just only with the leather. And the shemek just only with the house. Okay? Een hele goede morgen jongens. Wij zitten in de auto en we hebben een rit voor de boeg van 4 uurtjes. Want we gaan naar Chef Shaolin. Dat is zeg maar die blauwe stad. Dus vandaag wordt het een little roadtrip. Daf is aan het rijden, onze chauffeur. En Iden die zit hier achter. En omdat het zeg maar zo'n lange rit is, zit ik achterin. Dus als hij honger heeft, veel, dat ik hem gewoon gelijk kan pakken, eten kan geven, dat soort dingetje. We rijden nu een beetje vest uit en het is zo mooi hier. Het is echt, ik had niet verwacht dat het hier zo mooi zou zijn. Wat zijn dit, ezels? Ik zag het toch niet? Oh, nou, het waren hele rare schapen. Nou, we zijn nu met de drone bezig. Mooie shots maken. Echt heel mooi. Gewoon een keer de drone bestuurster. Ja, ik ben echt een nerd. Waar is hij eigenlijk? Ja. Oh, hij is echt ver, man. Hij is ergens hier. Ja, deze view is echt next level. Maar ik zie hem niet, hoor. Ja. Daar. Oh ja. Oh nee, dat is een vlieg. Nou jongens, we zijn er bijna. 72 kilometer. Ik ga even een flesje water halen. En even snel een winkeltje tegengekomen hier op de weg. Oh my god. Nou, ik had even het stuur overgenomen hoor jongens. Wow, mijn haar vliegt alle kanten op. Dat wil even een dutje doen. En sinds ik gewend ben om elke dag vroeg op te staan en niet meer te slapen. Dacht ik, weet je, ik ga wel lekker rijden. Oh, wat is het toch knijter en knijter heet hier. Even de AC aan. Oh, lekker. Nou, ik kan niet meer met jullie luisteren. Al mijn birthdays zijn verleden tijd. Al mijn ops zijn verleden tijd. Ik zei love me die bitch maar dat is verleden tijd. Cause you ain't never talking loud and you know plenty. You know what I'm talking about cause you just get me. Yeah you so pretty. If everything is dipped in gold, then baby it will never grow. Everything sweet ain't just
boat. Yes. They want to. It's this one. This one. Very close to the dungeon. Yes, yes. And the. Celta. Hallo jongens, ik heb niet meer gevlogd nadat we van Chef Shawn zijn gekomen. Want de rit was super lang en we zijn echt letterlijk 5 keer aangehouden. Het is gewoon niet normaal. 5 keer. 6 keer. Het is echt niet normaal hoe vaak wij zijn aangehouden. We hadden gewoon Waze aanstaan. En dan staat van hoe hard je mag rijden. En we reden letterlijk 60 en we werden elke keer aan de kant gehouden. En toen werd gezegd van ja, je reed 10 kilometer te hard. En Vonneke zei toen na de 4e keer dat ik werd aangehouden. Weet je wat, het komt door jou. Omdat jij lijkt op een toerist. Als ik rij, word ik niet aangehouden. Nou, dus toen dacht ik, weet je wat, Vonneke gaat nu rijden. 1, 2, 3, 4, 10 minutes later. En toen werd ik aangehouden. En ik had ook nog eens mijn rijbewijs niet bij me. Toen zei hij tegen mij, 400 dirham. En hij zei tegen mij, it's nothing, you can pay. Ja, hij dacht natuurlijk de juweeltjes. Toen ging Davinio weer even praten met die man. En ja, dan is het natuurlijk weer geregeld. Ah, maar Rabbi, zeggen... Your Morabi? Ik zeg je, alhamdulillah, I'm Morabi. Nee, ja, ben je moslim? Oh ja, en toen zei ik yes, yes, yes. Op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat ik gewoon moet laten zien waar ik hiervoor ben. Dus toen lieten we zien dat we hier voor het weeshuis zijn. En toen, dat waardeerde hun heel erg en toen mochten we door. Zonder te betalen. Ja, inderdaad. Snorretje? Wat snorretje? Wat? Dokter... Waarom zeg je dat, snorretje? Dan ga je er weer de hele tijd naar kijken. Grappig is dat, hè jongens? Niet doen, niet naar kijken, jongen. Oh, ik ben echt zo irritant. Ik ga dit gewoon uitknippen, hoor. Mevrouw Snorretje. Dit is dan weer grappig. Ik knip ze alleen de mooie dingen. Knip ze eruit, maar de lelijke dingen, de momenten ja, dat ik zo natuurlijk. Ik ga toch niet erin zetten dat je mij snorretje noemt. Niet kijken naar mijn snor dan. Is dat echt zo heftig dan? Nee, dat komt door mijn deze niet in de voet. Oh, dat is het, ja. Niet doen! Dan kan ik het niet meer goed praten. Nou, in ieder geval, wij gaan straks naar het weeshuis. Ik denk wel voor de laatste keer, toch? Ja. Ja, de verzorgsters zijn eigenlijk de mensen die al het zware werk doen. We hebben besloten om hun ook in het zonnetje te zetten. We gaan van het gedoneerde bedrag hun een deel ervan geven. Omdat hun natuurlijk dag en nacht voor de kinderen zorgen. Voor de kijkers die zelf kinderen hebben, weten hoe zwaar het is als je 1 of 2 kinderen hebt. En op een groep van 10 kinderen staat maar 1 verzorgster. Dus als de ene huilt, moet de andere gepakt worden. Als die een flesje wil, dan wil die ook een flesje. Als die wordt opgetild, wil de andere ook opgetild worden. En zo gaat het feest maar door. Dus daarom kwam eigenlijk Davinio met het goede idee om deze verzorgsters in het zonnetje te zetten. Ik ben heel erg excited. Ik ga jullie ook even mijn outfit laten zien. One second. Dit is mijn outfit of the day. Kijk hoe cute. Dus voor Robin haar winkel, Gizmo Elisa van de Hyatt Collection. Haar zit echt niet mee, jongens. Ik kan er zo chagrijnig van worden. Nou, in ieder geval, dit is mijn outfit en deze ook in een beige. Ik kreeg heel veel berichten dat Ves lelijk is en oud en saai. En ik zeg eerlijk, ik ben echt verliefd op Ves. Ik vind het zo mooi hier. Ik was even een gezellig boekje aan het lezen, Iden. Even kijken of die een beetje weet wat voor geluiden de dieren maken. Wat is dit, Iden? Een hond. En wat voor geluid maakt de hond? Woef, 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 woef. Dat doet de hond. Woef, 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 woef. En dit is een schaap. Wat doet de schaap? Bäh, bäh, bäh. En dit is de koe. En wat voor geluid maakt de koe? Nee, de koe die zegt moe. Moe. Nou, ze kunnen wel doorgaan. Even kijken, leuk dier. Dit is de uil. Wat doet de uil? Uh-oh, daar gaan we weer hoor. Als je gaat trekken, hebben we ruzie, hè? Goed zo, zachtjes doen. Zachtjes. Goed zo, liefie. Mwah. Mama trots op jou. Gewoon nog een keer. Zachtjes, hè? Goed zo, liefie. Hallo, meneer. Hallo, meneer. Nou, we zijn nu bij Jasmina en Fatima heeft gekookt. En diet en diet. Lekker, ja. Lekker couscous. Fatima Sarah heeft heel heerlijk couscous gemaakt. Precies, maak het geboes. Ja. Yeah, living his best life. No.
hoe die zich ook kan vermaken op een matrasje en zo'n bijdring. Hij voelt zich helemaal thuis. Ja. Papa? Papa? Papa! Jalle, 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 jalle. De eerste verflaag zit erop. Het ziet er gelijk een stuk frisser uit, het gebouw. Veel mensen vroegen ook van ja, wat heeft het gebouw met de kinderen te maken? Nou, het is natuurlijk wel, ja, ze moeten natuurlijk wel elke dag naar kijken, zeg maar. En ja, als het er half kapot uitziet, is het ook niet echt fijn voor de kinderen natuurlijk. Dus dat hebben we ook gewoon met het bedrag gedaan. We hebben echt veel besteed. Het geld is goed besteed aan de goede dingen. En alle zussen zitten klaar. Dus we gaan straks ja, hun allemaal blij maken met een mooi bedrag. Gewoon voor de waardering wat ze doen hier voor de kinderen. Ik ga niet filmen dat ik het ga geven. Maar dat jullie weten dat we dat ook hebben gedaan met het bedrag wat is opgehaald. Ja. Ja, hier. Hier in Marokka. Vandaag was de laatste dag dat we bij het Weza zijn geweest. Het is toch wel een beetje gek gevoel om weg te gaan hoor. Ja. Ik ga de kindjes wel missen, ze waren zo lief. We hebben knuffels uitgedeeld, we hebben de verzorgers ja, wat gegeven. En ja, nu onze laatste twee dagen hier en dan gaan we weer naar huis. Hoe vond je het? Ja, heel leuk. Ik heb hoe zeg je dat? Ik wil zeggen, ik heb genoten, maar ja, ik heb ook genoten, ja. Ja. Voldaan gevoel. Het was leuk om die kindjes zo blij te zien. Hebben ze niet met niks achtergelaten. Ja. Hebben ze een heleboel matrassen en spullen, alles wat ze nodig hadden, schilders, airco's, alles wordt gedaan. Dus dat is echt heel leuk om mee te maken. Oh mijn god jongens, ik zie er niet uit. Het is de volgende dag. Oh, waar moet ik beginnen? Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. Nou, het is de vrouw die jullie gisteren zagen, die met Iden was, heet Fatima. Zij is hier eigenlijk de hele week met ons geweest. Ze praat alleen Darija, dus ik kan ze niet verstaan. Maar met handgebaren, het lijkt gewoon alsof ik haar al jaren ken. En ik had gewoon een paar leuke beelden van haar gedeeld met Iden. En iemand vroeg, kunnen we Fatima niet ergens mee helpen? Want we vinden haar zo lief, zo schattig. En ze doet ons gewoon denken aan onze Marokkaanse moedertje. Dus toen vroeg ik aan Yasmina van de stichting, kunnen we haar ergens mee helpen? En toen zei zij dus dat ze ziek is. Dat wist ik niet. En dat zij ook medicatie nodig heeft voor haar epilepsie. Die heel duur is voor haar. En toen dacht ik, wow, dat zie je gewoon niet aan haar, want ze is zo lief voor Iden. Ze zei ook van, ik pas voor Iden, gaan jullie maar lekker even je ding doen. En toen dacht ik, ja, iemand zei dat? En ik dacht van, ja. Want het is echt niet vanzelfsprekend dat ik zomaar voor iedereen een inzameling zou starten. Maar bij haar had ik wel echt het gevoel van, dit is gewoon zo'n lieve vrouw. En ze heeft ook 5 kinderen die ze moet onderhouden. Voor een hele dag een huis schoonmaken. Van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds krijgt ze €20 per dag. En dat vindt zij heel veel. Dus ik dacht, weet je, ook al is het €400, €500, kunnen we haar blij maken. Dus gisteren was ik die inzameling gestart. En binnen 20 minuten hadden we €2000 voor haar opgehaald. Insane. En nu is het 24 uur later. Nou, jullie gaan gewoon niet geloven wat we hebben opgehaald voor haar. €10.000. Dat is voor haar 1000 dagen. Of ongeveer 500 dagen ongeveer werken voor haar. 11 uur lang. Dat is echt insane. We hebben gisteren verteld. Toen hadden we €5900 volgens mij opgehaald. En ik zal hier even de reactievideo van haar platen. Ik ben Lyon. Meid ik mijn interdina. Fanneke. Fanneke, dat is gezellig. Fanneke. Dat is de video die ik heb. Ik ben het met haar. ملي كنت كتلعبي مع ولدها دارتهم في الانترنت الناس سولوها قالوا لها واش نقدروا نساعدوك بشي حاجه وهي بدات طلبات المساعده من الناس اللي كنتي فور الدواء ديالك والمهم ديال ملي كتطيحي ملي داكشي كتطيحي والعظام لاكريس لاكريس هاي سيت لاكريس دابا جمعوا ليك جمعوا ليك 4000 يورو و 830
Voilà. Vonneke, hè? Ik ben eigenlijk gestopt met filmen toen het echt binnenkwam, want ze geloofden het eerst niet. Ze wist gewoon niet te plaatsen. En op het moment dat het echt binnenkwam, begon ze te huilen en haar persoonlijke verhaal te vertellen, wat ze allemaal heeft meegemaakt. En ik had niet echt de urge om dat met het groot publiek te delen, zeg maar. Ik heb sowieso respect voor alle vrouwen in het buitenland met echt een lage inkomen, die keihard werken, elke dag klaar zijn voor hun kinderen. Zij heeft dus ook een gehandicapte dochter die een dure operatie nodig heeft. We vroegen ook, wat ga je met het geld doen? En zij wil dus heel graag, al heel lang, een eigen kraampje waar ze met stemmen en eten verkoopt. En ze zei ook gelijk, operatie van mijn dochter wil ik daarmee bekostigen. Dus we weten dat het geld in ieder geval goed terecht komt bij haar. En ja, ik wil gewoon iedereen bedanken die gedoneerd heeft voor Fatima. Ik had het gewoon echt niet zien aankomen. Ook omdat jullie hebben haar maar gewoon een klein stukje gezien op mijn Snapchat. En ja, dat iedereen zeg maar ja, zo graag wou doneren vind ik echt, echt heel mooi. En ja, ik ben ook een beetje sprakeloos erdoor. En ik ben echt heel blij dat ik mijn bereik hiervoor ook al inzet voor deze mooie dingen. Ook wat we hier allemaal hebben gedaan voor de weeskindjes. En ja, ik ga echt met een goed gevoel naar huis. Ik moet wel weer werken als ik terug ben, dus dat is wel... nee, sowieso alhamdulillah voor alles. En het was echt een mooie reis. Ik vind, het was de eerste keer dat we echt naar een ander land zijn gegaan voor een bepaald doel. Maar ik vond dit misschien wel een van de mooiste plekken waar we zijn geweest. Ja. Met deze redenen. Nou, vanavond gaan wij weer terug naar Nederland. Echt fucking vroeg. Dus ik weet niet of we nog gaan filmen. We gaan straks wel afscheid nemen van Fatima. Ja, en de dochters zijn ook bij Mina thuis. Dus gaan we eventjes afscheid nemen. En dan vannacht gaan we weer terugvliegen. Dit. Doei. Deze moet op. Met mijn flesje op. En ik ben nu lekker aan het chillen, hè, op het balkon. Nog steeds in Marokko. Deze hebben we even geleend van het weeshuis. Zit iedereen even mee kan spelen, hè? Ja. Ma. Nou, Iden, later heb je.